Hallo, welkom bij deze presentatie over de valbeweging. Je hoeft meestal weinig moeite te doen voor een val. Het gaat vanzelf. Maar toch zijn er nog een aantal vragen die onbeantwoord blijven. Zoals, met welke snelheid kom je op de grond? Valt alles even snel? En als je valt, ga je dan altijd sneller? Enzovoort, enzovoort. Iets wat valt kan trouwens heel wat teweeg brengen. Zo bestaat het verhaal dat een vallende appel Newton inspireerde tot het ontrafelen van de zwaartekracht. Auw! Gauw verder. Wat gaan we doen? We pakken een veer en een hamer. En we laten die tegelijk vallen. Nou, wat komt het eerst op de grond als je dat doet? Even kijken, nou ja, kijken. Hè? Je snapt het natuurlijk ook wel. De hamer, hè, door zijn grote gewicht, zou hij veel en veel eerder op de grond wezen dan het lichtere veertje. In de oudheid was meneer Galilei zo slim om dit ook te proberen. En hij stond op de toren van Pisa en liet twee kogels naar beneden vallen. Een zware en een lichtere kogel. En beide kogels kwamen tegelijk op de grond. Het is de vraag trouwens of hij dit experiment echt heeft gedaan, maar het is niet de vraag of hij beweerde dat de massa geen invloed heeft op de valsnelheid. Dat was wel iets wat hij toen beweerde en dat was in die tijd revolutionair. Deze proef, het veertje en hamer, is ook uitgevoerd door een paar astronauten op de maan. Kijk maar eens. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Op de maan valt dus een veertje even hard naar beneden als een hamer. We gaan nog eens een keer naar ons eigen experiment kijken, maar nu vervangen we de veer door een pen. Iets zwaarder dus. En we laten beiden tegelijk los. Hé, verbazingwekkend. De lichte pen komt nu precies op hetzelfde tijdstip op de grond als een zwaardere hamer. Je kunt het zelf ook wel eens doen. Pak een pen en paperclip en laat ze maar vallen. Je zult hetzelfde resultaat bereiken. De conclusie is dan ook... natuurkundig is het niet echt goed geformuleerd. Beter is te schrijven... Precies, met dezelfde versnelling, want het gaat om snelheidstoename. We doen het nog een keer, maar nu gaan we tijdens de val een VT-diagram van beide voorwerpen maken. Druk eerst eventjes op pauze om na te denken hoe het VT-diagram er waarschijnlijk uit komt te zien. Oké, wat je bedacht hebt, het VT-diagram begint natuurlijk altijd in... De oorsprong, want ja, de beginsnelheid, die is 0. We laten nu beide voorwerpen vallen en meten iedere 0,4 seconden de snelheid. Let op. Je ziet, na 1,2 seconden raken beide voorwerpen de grond. En het VT-diagram is een rechte lijn door de oorsprong. Met het VT-diagram kunnen we een paar vragen beantwoorden. De eerste is, van welke hoogte zijn ze nu eigenlijk losgelaten? Probeer nu eerst weer zelf op te lossen van welke hoogte ze zijn, zijn gevallen, dus klik eerst weer even op pauze. Oké, je moet de hoogte, en dat is dus de verplaatsing weten, en je hebt de beschikking over een VT-diagram. Wat is hier het verband tussen? Dit heb je gehad dus... Nou, jawel, het gaat natuurlijk om het oppervlak onder het VT-diagram. En dat is hier
een driehoek en dus wel te berekenen. Oppervlak halve basis maal hoogte. En dat betekent dat de versnelling dat de hoogte 8,2 meter moet zijn geweest. De tweede vraag die je kunt stellen is: hoe groot is nu de versnelling van beide voorwerpen? De versnelling van beide voorwerpen is natuurlijk wel gelijk. Wel, natuurlijk ook hier eventjes zelf uitvogelen. Goed, vraag je eerst even zelf af, wat is versnelling nu eigenlijk? Versnelling, dat is de snelheidsverandering per seconde. Dus, wordt gevraagd hoe groot is de versnelling, dan wordt eigenlijk gevraagd hoe groot is de snelheid na 1 seconde, want hij begint bij 0. Nou, dat is eenvoudig. Je kijkt bij 1 seconde, ja, dus even een hulplijntje bij 1 seconde omhoog, en dan doe je een hoorstelhulplijntje door het snijpen van die twee. En dan zie je dat het nou ergens iets beneden de 10 moet zijn geweest. Maar dit is natuurlijk niet super nauwkeurig. En als je het uit een grafiek wilt halen, dan moet je altijd het zo nauwkeurig mogelijk doen. Maak dus het driehoekje wat je zo gevormd hebt zo groot mogelijk. En dat kan door de grafiek verder te trekken. Extrapoleren heet dat. Ja, en nu ga je niet bij 1 seconde kijken, maar je gaat wat verder weg kijken. En dat doe je dan bij 2 seconden. En dan ben je veel verder weg, dubbel zo ver weg. Je gaat weer een hoorstelhulplijntje bekijken. En dan zie je dat het snijpunt iets boven de 19,5 is. En dat zal dus ongeveer 19,6 ongeveer zijn. Oftewel, wat is de versnelling? Versnelling is dan 9,8. Ja, 9,8. Wat mist er? Precies, de eenheid meter per seconde in het kwadraat. En deze waarde is dus voor ieder voorwerp gelijk. Vaak doen we niet 9,8, dat hebben we nu uitgekregen, maar vaak iets nauwkeuriger, namelijk 9,81. Dus als je de valversnelling wilt gebruiken, gebruik dan 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Eventjes alles op een rijtje. Wat is nu eigenlijk een vrije val? Nou, vrije val is natuurlijk een valbeweging, maar wel een valbeweging zonder de wrijving. Ja, de wrijving mag dan verwaarloosd worden. En als iets een vrije val heeft, dan heeft het altijd dezelfde eenparig versnelde beweging. Ieder voorwerp, maakt niet uit welk voorwerp, als er geen wrijving is. En de versnelling is dan 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Nou, dit is dus een hele bijzondere versnelling. En omdat het zo bijzonder is, hebben we in de natuurkunde ook een speciaal symbool ervoor. En het symbool voor de valversnelling is de kleine letter G. De kleine letter G, ja, is gekozen vanwege het woord gravitatie, wat met zwaartekracht te maken heeft. Die 9,81 meter per seconde kwadraat, die is niet overal op aarde echt 9,81 meter per seconde kwadraat. In Nederland, daar wel. Maar als je op de beide polen zit, de Noord- en de Zuidpool, dan is je iets groter, 9,83. En dat komt omdat de aarde eivormig is. En als je op de pool zit, heb je meer aarde tussen jouw voeten en het middelpunt van aarde. En daardoor is je iets groter. Daardoor krijg je natuurlijk ook dat je op de evenaar dichter bij het middelpunt zit. En daar is je dan inderdaad ook wat kleiner. In satelliet hoog boven aarde is de valversnelling flink afgenomen. Dus je merkt hier op aarde er weinig van. Maar hij neemt af de valversnelling als je omhoog gaat. Let wel op dat in een satelliet wel een valversnelling is. Dit ondanks dat astronauten gewichtloos rondzwerven. Dus de valversnelling op aarde kan variëren. Wij gebruiken een gemiddelde waarde ervan, wat ook gelukkig hier precies de waarde is die in Nederland geldt. Dat is een meevaller. Vanwege het proefje van astronauten op de maan is het ook wel leuk te melden dat op de maan de valversnelling niet 9,81 is, maar veel lager, 1,63. En dat komt natuurlijk omdat de maan eenmaal een stuk kleiner is dan de aarde zelf en dus ook een stuk minder massa heeft. Ook andere hemellichamen
hebben allemaal een eigen valversnelling. Dus, precies, valversnelling is weliswaar constant, maar als je naar een andere plek toe gaat, dan kan die wel veranderen. Wat nu als er wel wrijving is, dus een valbeweging met wrijving? Hoe ziet het VT-diagram er dan uit? Wel, de start is natuurlijk nog steeds bij 0 meter per seconde, want 0 blijft 0. En de snelheid zal ook wel toenemen, maar minder dan het geval was zonder wrijving. De wrijving is afhankelijk van de snelheid. Als je harder fietst, heb je meer last van de luchtwrijving dan dat je langzaam fietst. Hierdoor komt het dat de snelheidstoename ook iedere keer afneemt. Bij val met wrijving zal ook iedere keer de toename van snelheid kleiner worden en iedere keer kleiner totdat de toename overgaat in een horizontale lijn. Het VT-diagram is dus een stijgende lijn die langzaam overgaat in een horizontale lijn. Wat er eigenlijk gebeurt is dat de raaklijn aan het VT-diagram of de helling, ik heb hem hier even getekend bij 0 en je ziet de raaklijn daar is gelijk aan het VT-diagram, maar die helling, als je die ook op de andere punten tekent, dan zie je dat de helling steeds horizontaler is. Ja, kijk, en je gaat verder in het diagram en iedere keer als je raaklijn tekent, gaat hij vlakker en vlakker en op het eind is de raaklijn horizontaal. En een horizontale lijn heeft eigenlijk geen helling, een helling 0, en dat betekent dus dat de versnelling 0 is, oftewel de snelheid is constant. We gaan nog even dit geval bekijken. Dus zonder snelheid is de situatie gelijk aan een vrije val. Dus de valversnelling daar is gewoon 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Op het eind, dus na 3 seconden en verder, verandert de snelheid niet meer. Dat betekent dus dat de versnelling, nou precies, de versnelling is dan 0 meter per seconde kwadraat. De snelheid blijft constant. Wat gebeurt er nu ertussenin, zeg maar bijvoorbeeld na een 1,2 seconden? Nou, wil je daar de valversnelling weten, dan ga je daar een raaklijn tekenen en je gaat daar de helling van bepalen. Nou, dan krijg je dus dat de versnelling is delta v gedeeld delta t, snelheidsverandering per seconde. Je kijkt wat delta v is, dus dat doe je uit de figuur. Je kijkt wat delta t is, ook uit de figuur. En dan zie je dus dat de versnelling 3 meter per seconde kwadraat is tussen de 9,81 en de 0 in. Dat is natuurlijk niet super nauwkeurig, maar als je VT-diagram hebt, dan kun je met de raaklijn de versnelling bepalen. Nou, vrije val. Moeilijk? Wel nee, dat valt best mee. Tot ziens.